Even kijken of ik zo helemaal in beeld ben als ik zit. Ik kan slecht trekken. Zo moet het. Hi kinderen, ik ben Maranke Rink. Ik ben kinderboekenschrijver. En de bibliotheek aan de IJssel heeft aan mij gevraagd of ik wat wilde vertellen over mijn boek Bob Popcorn. Want jullie gaan daar binnenkort mee aan de slag. Kijk, dit is hem. Dat vond ik natuurlijk een goed idee. Dus ik heb meteen maar eventjes een bakje popcorn gemaakt. Want het boek gaat over popcorn. En niet gewone popcorn, nee. Bob Popcorn gaat over een maiskorrel die in de magnetron niet verandert in een lekkere, knapperige, witte popcorn, zoals je ze kent. Nee, hij gaat alleen maar een beetje groeien. Hij wordt groter en groter en groter en groter en groter. En op een gegeven moment ploppen er armpjes uit de korrel en beentjes. De korrel is een mannetje geworden. En hij heet Bob Popcorn. En het is geen makkelijk kereltje. Kijk, hier zie je hem. Hier ziet hij er wel schattig uit. Maar Bob, en hij kan ook wel schattig zijn hoor. Ja, maar hij is geen makkelijk ventje. Want Bob heeft altijd honger. En hij slaapt nooit. En hij wordt ook nog eens heel erg snel boos. En Alice, de hoofdpersoon van het boek, zit maar mooi met hem opgescheept. En het was voor mij ontzettend leuk om daar allemaal leuke avonturen over te verzinnen. Het is een heel grappig boek geworden waar ook hele mooie tekeningen in staan. En de tekeningen zijn gemaakt door Martijn van der Linden. Kijk, hier zie je nog zo'n tekening. Allemaal met potlood. Het zijn er heel veel. Martijn en ik zijn druk bezig met het maken van deel 2 van Bob Popcorn. Want we houden heel erg van Bob inmiddels en we gaan er lekker mee verder. Dus ik zet mijn computer weer aan. Dan ga ik daarmee door. En ik hoop dat jullie ook veel plezier aan Bob zullen beleven. Dag!